Geen nieuwbouwwoning. Dat is momenteel het lot voor 20 bewoners van de Ommerandestraat in Ten Boer. De rest van de buurt krijgt een compleet nieuwe woning, maar zij zijn de enigen die niet in het plan zijn meegenomen. Waarom is voor de bewoners onduidelijk. We voelen ons eigenlijk in de steek gelaten door het NCG. Er komt zo meteen een buurt met een nieuw bestemmingsplan. 94 nieuwe duurzame woningen van het gas af en bovenal aardbevingsbestendig. Behalve die van ons. Het is gewoon een enorme kostenpost wat hier tegenaan moet worden gegooid om die woningen te verstevigen. En daar zit voornamelijk eigenlijk het onrecht. Waar zit nou precies voor u de meeste woede in? Ongelijkheid, waardevermindering, straks een hele nieuwe wijk met nieuwe woningen en oude woningen. Wij zijn niet duurzaam, wij zijn niet van het gas af. Dat kost ons gewoon geld. Ja, dat is niet te begrijpen. De SP organiseerde vorige week een bewonersbijeenkomst om over dit probleem te praten. Je moet je voorstellen, we zitten al 4 jaar in dit traject. En 4 jaar lang zitten mensen in onzekerheid. En die bijeenkomst heeft ons bij elkaar gebracht. En het heeft ons eigenlijk ook energie gegeven. Het duurt gewoon al enorm lang. En je weet eigenlijk nog niets. Maar je krijgt wel steeds alle overlast van de bouwerij hier in de wijk. Het begint 's ochtends al om 7 uur. En je hebt stof, je hebt lawaai, je hebt vuile straten. Het is gewoon de overlast waar je geen deel aan hebt. De bewoners zullen vanavond in gesprek gaan met de Nationaal Coördinator Groningen. De partij die verantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie. Wij worden daar bijgepraat door de Nationaal Coördinator. Die ons uitlegt waarom die woningen 1 tot en met 31 uiteindelijk wel sloopnieuwbouw krijgen. Verwacht u nog dat het iets anders gaat betekenen voor u? Ja, dat is hoop. Hoop. Ik hoop dat wij ook uiteindelijk nog sloopnieuwbouw krijgen. Maar daarvoor doen wij dit ook. We hopen natuurlijk op het beste. We zijn nu verenigd. En dat geeft ons onze strijdkracht. Daarmee denken wij dat we wel een hele goede positie hebben.